De kracht achter de liefde in de praktijk van alle dag. 29 juni. Wij weten dat we zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. 1 Johannes 3, vers 14. Soms noemt de Bijbel liefde als voorwaarde voor de voortdurende en uiteindelijke ervaring van toekomstige genade. Dat betekent niet dat liefde vooraf moet gaan aan het geloof in de belofte. Integendeel, het betekent dat het geloof in de belofte zo krachtig moet zijn dat de liefde die eruit voortkomt de echtheid van het geloof bewijst. Liefde voor anderen is dus een voorwaarde voor toekomstige genade. In die zin dat het bewijst dat de primaire voorwaarde, het geloof, echt is. We zouden liefde voor anderen een secundaire voorwaarde kunnen noemen, die de echtheid van de primaire voorwaarde, het geloof, bevestigt. Door het geloof zien we in hoe heerlijk Gods beloften van toekomstige genade zijn en omhelzen we God zoals Hij in Jezus voor ons is en zoals Hij in de belofte wordt geopenbaard. Deze kennis van God en geestelijke vreugde in God is het bewijs dat Hij ons geroepen heeft om te delen in zijn genade. Daardoor hebben we de vrijmoedigheid om ons de belofte toe te eigenen en onze hoop erop te stellen. En deze hoop geeft ons de kracht om lief te hebben, wat op zijn beurt bevestigt dat ons geloof echt is. De wereld is wanhopig op zoek naar een geloof waarin twee dingen samenkomen. Een ontzagwekkende kennis van een onwrikbare goddelijke waarheid en een altijd beschikbare kracht die het mogelijk maakt om echt een verschil te maken in de praktijk van alle dag. Dat wil ik zelf ook. Daarom ben ik christen. Er is een grote en genadige God die de oneindige volheid die in hem woont verheerlijkt door zijn belofte te vervullen in het leven van hulpeloze mensen die op hem vertrouwen. En als deze God ons alles waard wordt, ontstaat er een kracht die doorwerkt tot in alle hoeken en gaten van ons leven. Het is een kracht waardoor we lief kunnen hebben in de meest praktische zin van het woord. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.